Het was onze vroegere huiskamer met nog altijd de schoorsteenmantel van mijn jeugd. Daar is er nog een andere. Daar was het salon en dat was dan de slagerij en er is nu een frituur. De trots van mijn moeder was, dit blad is nou wel veranderd, maar dus deze mooie steentjes en dan die spiegel met geslepen glas. Dat was dus eigenlijk, nou, mijn jeugd heeft zich voor een heel groot deel hier afgespeeld. Sprakeloos is een geromantiseerde autobiografie, zoals dat dan heet. Maar dat wil ook zeggen dat er veel op echte feiten gebaseerd is. Maar die slagerij is verdwenen, maar zoals gezegd, dit is nu een frituur. Onze slagerij was eigenlijk kleiner, die was maar de helft van deze ruimte. Dat was het kleine flatje waar dikke Lisa soms op dat kleine balkonnetje verscheen en nauwelijks zich nog kon verroeren. Dus het loopt tot en met daar. Hè. Daar hebben mijn ouders ook gewoond nog. Maar veel Belgischer vind je niet. Hè. Vroeger een heel levendige buurt, omdat allerlei, wat heette bonnetterie, dus breigoedfabrieken, hier stonden en alles wat daarbij hoorde. Ververijen, twijnderijen, weverijen. En dan het verknippen en verkopen ervan. Heel veel textielwinkels. Alles is verdwenen wat dat betreft. Nou ja, dat is het ouderlijke pand. En ik wou dat ik het zelf had kunnen bedenken dat het een frituur moest worden, maar het is gewoon vanzelf gebeurd. Dus op een of andere gekke, surrealistische manier moest dit zo.